that the Panay-Tantik where it's supposed to. One Happy Island is de slogan van Aruba. Dat geldt zeker voor de ruim 100 kinderen die al wekenlang toeleven naar de komst van Feyenoord. Want eindelijk is het dan zover. De Feyenoord Academy is op Aruba. Dit is Ben Wijnstekers. Papa zegt dat hij aanvoerder is geweest van Feyenoord en het Nederlands elftal. Soms schreeuwt hij een beetje hard. Wil hij vragen? Oké, jongen. Melvin Boel bedenkt alle trainingen. En ooit wil hij trainer in de Kuip worden. Maar eerst mag hij ons een weekje trainen. Dit is Deen Bart. Bij Feyenoord doet hij de F1 en F2. Hij schijnt een bekende vader te hebben. Maar ik vind hem vooral een goede trainer. Kom, hij is voor ons hoor. Hij is voor ons. Kom. Dit is Robin Nelissen. Eigenlijk de belangrijkste man. Misschien wel van heel Aruba. Want zonder hem was Feyenoord nooit hier naartoe gekomen. Ja, het is mijn vaderland. Dus daarom sowieso. En ja, ik ben Feyenoorder. En die twee dingen bij elkaar kan voor mij persoonlijk sowieso niet mooier. Ja, beide voeten proberen. 2 jaar geleden ontstond het idee bij Robin Nelissen. Toen gaf hij clinics met Feyenoord Curaçao. De kinderen daar waren zo dankbaar dat Nelissen besloot om iets terug te doen voor het eiland waar zijn vader vandaan komt. Ik heb toen een tijdje terug mijn eigen stichting Caribbean Sports Foundation opgericht. En ja, met die stichting ben ik met Feyenoord aan de slag gegaan. En het was veel werk, lange voorbereiding, maar ik ben blij dat de organisatie goed staat. En als je ziet hoeveel kinderen er uiteindelijk gekomen zijn en hoe tevreden ze zijn, dan zijn wij allemaal tevreden. En hoe gaat het met jou? Goed? Ja? Zijn jullie nog niet moe? Waar zijn jouw tanden gebleven? Ze weggegooid. Heb je ze niet bewaard? Hebben jullie geen tandenvee hier op Aruba? Huh? Zo krijg je geld als de tandenvee is. Zo, en heb je al geld? Heb je al kijken jouw tanden? Nee, niet. Ja. De tandenfeestje moeder. Dat is waar, dat heeft ze zelf gezegd. Oh, heeft ze het verraden? Honkbal is de populairste sport op Aruba. Maar steeds meer kinderen gaan voetballen. Talent is er zeker, maar de jeugdopleiding laat de wensen over op het eiland. Toch mag er aan het eind van de week 1 speler een week stage lopen op Varkenoord. Al is dat niet het belangrijkste. Het kamp is gewoon de kinderen hier een geweldige week te geven. Feyenoord zelfs ook hier op Aruba leeft. Ze kijken Nederlandse televisie en het belangrijkste is dat ze hier een week plezier hebben. Het is namelijk ook zo dat de helft van het kamp hier wordt gesponsord. Want je hebt niet iedereen die de financiën heeft om het te kunnen betalen. Daarvoor hebben we sponsors gezocht, zodat de kinderen die wel gewoon goed kunnen voetballen, maar het niet kunnen betalen, toch mee kunnen doen aan dit kamp. En dat is geweldig dat je die jongens zo'n kamp kan geven. En met Feyenoord in aanraking laat komen. Dat is alleen maar mooi voor die kids. Neem Alvin en Shaquan bijvoorbeeld. Zij worden gesponsord omdat ze geen 150 euro voor het kamp kunnen betalen. De jongens wonen niet thuis, maar in een orthopedagogisch centrum. Voor kinderen met gedragsproblemen, als gevolg van seksueel misbruik bijvoorbeeld. Het centrum krijgt halverwege de week ook bezoek van Robin Nelissen en zijn vriend David Abdul. Dankzij hun steun kunnen ook de armste kinderen meedoen met de clinics van Feyenoord. Echt dankbaar. Van harte dankbaar. En iedereen, niet alleen ik, maar ook het hele team, was dankbaar voor dit mooie cadeau. Dat er zo, ja, zodat de jongens, niet alleen voor mij, maar ook meer voor de jongens, de mogelijkheden. Dus dat is belangrijk voor ons. In totaal verzorgt Feyenoord 10 trainingen op Aruba. Deze zijn in Nederland al voorbereid door Melvin Boel, de trainer van Feyenoord A2. Elke morgen loopt hij het programma door om het later met zijn collega's af te stemmen. Ja, wij proberen aan de ene kant te trainen zoals we dat op Varkenoord doen. Of in ieder geval een verkapte vorm daarvan in alle verschillende gradaties qua moeilijkheden. En daarnaast kijk je ook gewoon van oké, wat zijn andere plezierige vormen? Kijk, bij Feyenoord gaat het natuurlijk wel omdat je altijd ook voetbal leert inhoudelijk. Hè, dat jongens moeten gewoon beter worden. Dat kan wel eens zijn doordat je meerdere keren dezelfde vormen doet. En hier probeer je wel heel erg te variëren in je oefenstof. Zodat kinderen iedere keer iets nieuws zien en daardoor die andere dingen kunnen leren.
En dan moet je een lus maken en weer door. Dus dat betekent dat je dan heel kort moet draaien met die bal bij je. De tweede lus maak je de andere kant op, dan doe je gelijk je linkervoet. Is het nou anders een training hier en een training in Nederland? Ja, dat is totaal anders. Dat heeft ten eerste ook met niveau te maken. Als je jongens kijkt bij ons op Varkenoord, ook vanaf de allerkleintjes, druipt vaak het talent daar al af. En hier is het ook zo dat je jongens ook moet remmen in hun enthousiasme. Ze gaan ervoor, ze geven alles. En dat is gewoon geweldig om te zien. Je hebt gewoon vanaf minuut 1 van de sessie tot het einde van de sessie heb je een lach op het gezicht van het kind. Kom maar jongen, heel goed. Kijk. Goed zo jongen. Oké, volgende. Ja, heel goed. Kom maar, volgende. Bij de oudste groep ligt de nadruk meer op het samenspelen. Bij de jongste groep draait het met name om de individuele techniek. Het draait om de vriendschap met de bal. Dat zegt jeugdtrainer Deen Bart vaak. Hij is de zoon van voormalig hoofdjeugdopleidingen Stanley Bart en is op Varkenoord de trainer van Feyenoord F1 en F2. Als 22-jarige kan hij zich goed verplaatsen in de taal van de jeugd. Hey, als ik een mannetje wil passeren, hoe kan ik hem dan makkelijker passeren? Met snelheid of dat ik heel langzaam ga? Ja, hè? Veel snelheid gebruiken. Dan kan ik er makkelijk langs. Als je bij ons in de voetbalschool kijkt, zijn allemaal jonge gasten, enthousiaste jongens. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat de jongens ook aanspreekt. We hebben ook allemaal, ook als je bij ons op de voetbalschool kijkt, allemaal wel redelijk gevoetbald. En dat helpt denk ik ook wel met de jongens. Dat spreekt ze aan en ja, dat helpt wel denk ik. Wat is in jouw ogen, in de ogen van de trainer van de Feyenoord F1 F2, nou het allerbelangrijkste voor een jeugdtrainer? Voor een jeugdtrainer? Nou, allereerst is het belangrijk om te zien dat er heel veel beleving en passie in zit bij de jongens. Dat is de belangrijkste voorwaarde, denk ik. En vervolgens ga je kijken naar de techniek. Want je moet nog niet denken aan tactische dingen. Ze moeten vooral lekker voetballen. Zoveel mogelijk die bal aanraken. Ja, dat vind ik het belangrijkste. Dat ze gewoon lekker met die bal bezig zijn. En dat je ziet dat ze er echt heel veel plezier in hebben. En dat ze veel beleving uitstralen. We zijn nu halverwege. De trainers zijn wel streng, maar het gaat heel goed. Pasen, schieten, maar het allerleukste vind ik dribbelen. Dan ben ik een beetje Messi. Op Aruba wordt er niet alleen op het veld gevoetbald. Als er zon, zee, strand en voetbal is, dan is Regie Blinker er graag bij. Ik hou van het leven, ik hou van reizen. En ik hou ervan om mijn horizon te verbreden en om nieuwe dingen te leren kennen. En dat maakt je denk ik ook wat ruimer gewoon in alles hoe je denkt en hoe je doet. En daar is dit een onderdeel van. De voormalige linkerspits van Feyenoord reist veel over de hele wereld. Ook voor zijn mediabedrijf LAF, oftewel Live After Football. Op Aruba schrijft hij een verhaal over het eiland en natuurlijk over het initiatief van Nelissen om samen met Feyenoord Clinics aan de jeugd te geven. Er wordt toch een groot evenement hier opgezet voor de Arubaanse kinderen. En dat is natuurlijk alleen maar leuk en dat is alleen maar goed om dat voetbal hier ook te stimuleren. Want volgens mij is baseball hier de eerste sport. Maar het voetbal hier stimuleren, dat vind ik een goede zaak. Wel uniek hè, die Robin Nelissen, wat hij eigenlijk doet hè, voor zijn land. Dat toont aan dat hij een goed hart heeft, denk ik hè? Ja, absoluut. Nou, daarom en dat is ook de reden waarom ik hierheen gekomen ben. Het is een mooi verhaal, het is toch wel een bijzonder verhaal. En Daar moet aandacht aan besteed worden. En het is ook een live after football verhaal. En dat doet hij hartstikke goed. Nu Blinker toch op Aruba is, geeft hij ook een aantal trainingen. Met plezier, maar niet elke dag. Want het trainingsvak heeft hem nooit echt getrokken. Ten eerste vind ik ook dat er al te veel aanbod is aan trainers. En aan de andere kant wilde ik gewoon heel graag iets op een heel ander gebied doen. En me daarin ontwikkelen, zodat mijn horizon wat breder wordt. Eigenlijk was je misschien wel een beetje klaar met het voetballeven, het actieve voetballeven, of niet? Ja, het actieve voetballeven inderdaad op het hoogste niveau, daar was ik wel een beetje klaar mee. Wat mij tegenstond was eigenlijk het feit dat ik me toch wel een beetje moest inhouden en voorzichtig moest zijn met wat ik zei en met wat ik deed. En dat heb ik al zo lang gedaan dat ik ook een beetje vrijheid wilde in mijn leven. En gewoon op een heel ander vlak en eens vrijheid kan praten en mijn mening echt geven. En ik heb het idee dat soms spelers dat niet kunnen of willen of gewoon niet doen. En nu kan ik gewoon zeggen wat ik wil en doen wat ik wil. En dat is wel een prettig gevoel.
zeggen wat je echt denkt en wilt. Je zou dan denken dat het vak van journalist ideaal is voor Blinker. Maar messcherpe analyses en vragen hoef je van hem niet te verwachten in LAF. Als ik heel eerlijk ben, kan ik niet altijd heel kritisch zijn. Daarom sturen we de hele kritische haaien erop af. En dan krijg je een beter verhaal. Ik denk dat ik dat niet te vaak moet doen. Is het een buitenlandse speler, kan ik wel wat meer vragen. Maar wij zijn sowieso Feel Good Magazine. We zijn positief in de verhalen. En zijn niet op zoek naar de zware nieuwtjes en dat soort dingen. En die rol, past die een beetje bij jou? Het Feel Good verhaal? Ja. Nee, dat denk ik wel. Ik ben wel een type die positief in het leven staat. En die de mooie dingen ook graag belicht. En daarom denk ik dat dit heel goed bij me past. Er zit ook heel veel regelwerk in. En dat regelwerk, dat ligt mij ook. Dat vind ik ook heel fijn om te doen. Dingen voor spelers te regelen, maar ook om bedrijven en spelers bij elkaar te brengen. Dus dat is wel iets wat mij ligt en ik hoop het nog heel lang te doen. Regel Blinker. Ja, ze zeggen wel de regula, ja. Hey, Feyenoord! Oh, hele mooie actie. Tussen de ruim 100 kinderen is er één bekende voor de trainers. Ja, ik ken Robin Nelissen en hoe heet die andere keer? Wijnsteker of zo, ja. Het is Quincy Hogesteger, een talentvol spelertje uit Curaçao. Toen de Feyenoord Academy daar 2 jaar geleden was, deed hij ook al mee. Quincy was uiteindelijk één van de 2 jongens die een weekje stage mocht komen lopen. Ik wist wel dat hij er was en dat hij dus vanuit Curaçao over zou komen. Maar het was toch wel verrassend dat hij hier was. En je merkt het gelijk weer in de oefeningen, in de partijen. Hij steekt er gewoon nog bovenuit. Dus op dat moment hebben wij toen goed gezien. Is toen naar Feyenoord gegaan. Heb het heel leuk gehad. Maar het is toch wel moeilijk. Want kijk, wij zeggen altijd bij Feyenoord, je moet altijd beter zijn als de jongens die er nu lopen. En als je dan iemand die van ver komt, is het toch best wel lastig. Of hij moet zo goed zijn, ja, dan hou je hem gelijk vast. Het was echt een fantastische ervaring. De jongens van Feyenoord speelden heel goed. We hadden nieuwe dingen geleerd. En het was wel leuk, ja. Maar Quincy laat ook op Aruba zien dat hij net niet goed genoeg is voor de jeugdopleiding van Feyenoord. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle jongens. Maar nogmaals, de Feyenoord Academy wil iedereen vooral een onvergetelijke week bezorgen. Het kamp past in de internationale ambities die de club sinds 2 jaar nastreeft. Je dribbelt, zet hem stop, gaat op de bal zitten en loopt weer verder. Natuurlijk is Feyenoord niet de enige club die clinics geeft in het buitenland. Maar de Academy probeert wel heel specifiek hun werkwijze te vertalen tijdens de kampen. Het is vooral anders dan de andere camps die ik mee heb meegedaan. En welke kamp heb je meegemaakt dan? AC Milan, die van Ooyer en van... Gewoon, dit is meer. Je weet, je krijgt meer. De stof is meer, je leert meer. De trainers zijn heel goed. Ja. Ze wijzen je wat je fout doet en ze willen je laten zien wat je fout hebt gedaan. En dan laten ze jou dat beter doen. En dat vind ik dus fijn. Eén jongen springt er vanaf dag 1 bovenuit. Jesus Peñate. Pas 16 jaar en nu al basisspeler bij de koploper van de Arubaanse Eredivisie. Als ik bij die pro van Aruba speel, ik ben zeker wat ik het heb. De grote mannen voor me zijn niks. Ik ben klein, maar klaar voor alles ben ik klaar. Jesus David Peñate. Voor niemand is het een verrassing dat Jesus aan het eind van de week uitgenodigd wordt voor een stage bij Feyenoord. Zo is hij een stap dichter bij zijn droom. Ik wil die een grote voetbalspeler worden. Ik heb familie bij Colombia dat ik wil helpen. Ik heb neefjes die heel voetbal kunnen spelen. Ik ben die grote. Ik kan die leider zijn voor mijn familie. We zijn allemaal heel tevreden over jullie. Dat ben ik ook. Jullie hebben heel erg jullie best gedaan. In het begin vonden wij als trainers dat jullie een beetje te veel aan het praten waren en niet echt geconcentreerd waren. Later in de week ging dat stukken beter. Dan gingen jullie veel beter luisteren en dan zie je ook dat het veel beter gaat. En ik heb ook gezien, en de andere trainers ook, dat jullie ook beter zijn geworden aan het einde van de week. Daar gaat het om. Vonden jullie het leuk? Ja!
En zo komt er een eind aan het eerste bezoek van de Feyenoord Academy op Aruba. Een prachtige week voor de kinderen. En misschien hebben de trainers er wel net zoveel van genoten. Wat vond je het leukste deze week? Dat we leuk speelden, bal hoog houden, goed pasen. We hebben wel goed geluisterd en we hebben veel geleerd. Dribbelen, voetbal, meer beter ben ik geworden. Wie is je favoriete speler bij Feyenoord? Pelle. Pelle? Ja. En Klaasie een beetje. Het zit erop. Dit was de leukste paasvakantie die ik ooit heb gehad. Met dank aan Feyenoord.